Op maandag 19 september nam mannenkoor De Nachtegaal uit Zomeren afscheid van dirigent Karel Velings. Karel was 10 jaar lang dirigent van het koor. Tijdens zijn afscheidsreceptie in De Ruchten werd ook de nieuwe dirigent, Hans Heikers, aan de Zomerense gemeenschap voorgesteld. Hans Heikers is 49 jaar oud en afgestudeerd aan het conservatorium in Maastricht. Hij was eerder als dirigent met veel succes actief bij het vocaal ensemble Sierings, een regionaal koor in Midden-Limburg. Sinds 2002 is hij dirigent van het vocaal ensemble Silhouette, afkomstig uit Roermond. Heikers is daarnaast ook jarenlang als professioneel zanger actief geweest. Zo was hij van 1994 tot 2004 als baritonzanger verbonden aan het kamerkoor Studium Chorale en zong hij ook vanaf 1994 tot 2005 als solist bij de Schola Maastricht, een ensemble van 10 beroepsmuzici dat uitsluitend Gregoriaans zingt. Vanaf 2005 is hij de artistiek leider van de Schola Maastricht. Het is nu bijna 50 jaar geleden dat De Nachtegaal een dirigent had die niet uit Zomeren afkomstig is.